Hey, hallo. Hallo. Ik zou je normaal een hand geven. Maar... Ja, maar dat is niet. Ja, dat mag niet. Hey, ik ben Jossi. En ik ben Karin. Aangenaam. Aangenaam. Wat doe je juist in het stedelijk onderwijs? Goh, ik werk op Stedelijk Lyceum Waterbaan. Ah, de Waterbaan. School. Ja, ja. Ik doe daar eigenlijk van alles. Ik doe daar heel veel. Maar ik geef voornamelijk kunstvakken eigenlijk. Ah, ja, ja, ja. En dat valt goed mee. Dat is super. Ja, dat is heel fijn. Ja. En ben ik wel benieuwd waar jij doet. Ja, ik werk dus al 42 jaar voor het stedelijk onderwijs. Ik ben de rechterhand van de bedrijfsdirecteur van Gonda. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Aan de Max. Ja, ik heb dus ook een aantal jaar lesgegeven, helemaal in het begin van mijn carrière. Een zevental jaar in het secundair. Nu op de waterbaan heb ik toevallig nooit gestaan. Oké. Okay. En dan ook in het volwassenenonderwijs. En dan, zo ben ik daar op de communicatieafdeling terechtgekomen van het stedelijk onderwijs. Ja. En ik zit er nu nog. Ik heb dan een paar verschillende bedrijfsdirecteurs geassisteerd als beleidsondersteuner. Ja. En dat doe ik nu nog in volgend jaar nog met pensioen. Oké, okay. Dat is je laatste jaar. Dat is mijn laatste jaar. Een raar jaar zijn om in... Ja, nu wel. Hè. Zo in coronaperiode. Ja. Vooral omdat wij... Vooral thuiswerk is nu de norm. En ik vind het wel tof om tussen collega's te zitten. En zo goed, vooral dat laatste jaar. Ja. Maar oké. Okay. Het valt wel mee. Ik heb Gonda afgelopen 2 jaar wel regelmatig gezien. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen zomervakantie was ik zomerdirecteur. Hoe is dat meegevallen? Ja, dat was de waanzin. Dat was top. Ik wou dat ik zomerdirecteur kon zijn voor altijd. Ja, nee, dat was een waanzinnig leuke ervaring. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En heb je echt zo vooruitgang geboekt met de kinderen? Ja, eigenlijk absoluut wel. Ik stond heel vaak bij dezelfde groep en je zag die kinderen... Eerst en vooral openbloeien, want dat zijn kinderen die soms niet altijd een vanzelfsprekende thuissituatie hebben. Daar hebben allemaal mensen aan samengewerkt die daar zin in hadden. En dat is heel uniek, hè? Dat je alleen mensen bij elkaar krijgt die daar keiveel goesting hebben, die daar iets in elkaar steken. Ja. En je voelde dat heel hard aan de dynamiek die dat daar speelde. En als je dat op kinderen kunt overbrengen... Dat is geweldig. Op 2 weken tijd... Ja, we kregen regelmatig de vraag na een paar dagen van ja, waar kunnen we hier inschrijven voor die school? Maar ja, dat was eigenlijk een pop-up school, dus die kinderen konden daar niet echt inschrijven. Ja, dat was heel leuk. Zeg, en heb je dan geen ambities om niet zomaar directeur, maar gewoon directeur te worden? Of dat zit er nog niet? Goh, ik ben nu 25 jaar hè, en ik merk dat je nog... 25 jaar? Ja, dat is nog super jong, hè. Ja, dat is ongelooflijk. Een overkoepelend zicht hebben over de zaken, dat brengt mij wel rust in mijn hoofd. Dus dat is zeker een ambitie van mij. Maar hetgeen wat ik nu doe, doe ik ook heel graag. Ja, ik merk niks anders dan enthousiasme en gedrevenheid bij je. Dat is heel tof, hè. Dat is fijn om te horen. Mijn job die vereist natuurlijk wel dat ik heel veel deelneem aan vergaderingen, verslaggeving. En heel veel bellen met de persoon. En dan veel bellen en zo. Ja, want ik doe ook in mijn job het klachten, het signaalmanagement. Dus het opvolgen van klachten, registreren enzovoort. Okay. Dus dat vraagt dan inderdaad dat je veel mensen moet opbellen in de organisatie. Van hoe gaan we dat oplossen enzovoort. Maar dat is ook perfect te doen van thuis uit. Hè. Dat is geen probleem. Ja, maar zo vergaderingen, dat vind ik toch wel toffer dat je zo... Mensen zie je, daar word je vrolijk van. Dat vind ik ook, daar word je vrolijk van. Ja, ik heb dat zo ook thuis wel. Is toch maar zo wat eenzaam. Ja, absoluut. Zo zit. Ja. 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 En gaat je dat zo niet missen? Ik kan me dat inbeelden. Ik zit eigenlijk aan de start zo van... ik werk nu 4, 5 jaar. En bij wie is dat je laatste jaar? Natuurlijk. Dat als je zo heel lang voor een organisatie werkt... Ja. Voor het stedelijk onderwijs, dat is ook niet meer zo evident. Nu tegenwoordig, mensen veranderen veel van jobs en zo. Ik heb dus inderdaad, kom ik nu tot de constatatie, dat ik zo een heel leven voor deze organisatie heb gewerkt. Maar ik heb dat nooit ervaren als... ik heb altijd een toffe werkgever gevonden, het stedelijk onderwijs. Je krijgt altijd de ruimte zo, om je ding te doen. En, er wordt met respect behandeld en... Dus ik heb dat nooit ervaren als... Nu zit ik hier nu zo lang in de organisatie, maar ik kan dat natuurlijk wel missen. Hè. Ja. Ook dat maatschappelijke aspect eraan. Hè. Dus werken voor het stedelijk onderwijs, dat heeft toch wel iets speciaals. Hè. Zo in die grootstedelijke context. En ik kan dat missen. Hè. Je hebt het gevoel dat je met dingen bezig bent die dat ertoe doen. Hè. Allee, dat vind ik ook. Is dat bij ons dan... Ja, dat is niet zoals bij u. Is dat echt voor de klas? Dat is achter de schermen meer. Bij ons is het achter de schermen, maar toch gebouwd mee. Hè. Ja, aan iets. En dat heb ik altijd wel heel hard geapprecieerd en tof gevonden. En dat heeft me ook altijd gemotiveerd. Leuk. En zijn er vooruitzichten voor
Ja, voorlopig denk ik daar nog niet te veel over. Okay. Ja. Ik ga gewoon het laten over mij laten komen en genieten. En, ja. Ik ben er klaar voor. Oké, okay. Allee, de Max. Leuk. Ja. Ah, het is altijd. Het is al gedaan. Ik vond het heel tof van mij. Ik vond het ook super aangenaam. We hebben dat sowieso achter de wekker nog wel een beetje verder. Ja. Merci.